Sigrid Kraag die wil natuurlijk lijsttrekker worden van D66. En je kunt het niet gemist hebben. Nou. Ineens stond het overal gisteren. Ze gaf aan verschillende media een exclusief interview. Kortom, campagne-technisch heel slim aangepakt. Ze zat 's avonds ook bij Op1. En Kraag vertelde dat ze het al een tijdje terug heeft medegedeeld aan Longren, Wouter Koolmees en ook aan Rob Jetten. Toen ik terugkwam heb ik gezegd, weet je wat, het zal jullie misschien wel verbazen, maar ik ga het toch doen. Ja, wat vonden ze daarvan? Ze reageerden allemaal hartstikke leuk, maar ze maken ook hun eigen afweging. Ja. Kajsa heeft dat inmiddels laten weten natuurlijk. Ja. En Rob Jetten? En Rob, die zal dat denk ik snel doen. Maar heeft hij dat u nog niet verteld? Nou, ik denk dat ik wel een aandoening heb, om het zo maar te noemen. Maar hij gaat zijn eigen verhaal vertellen. Ja, dus u weet het wel, maar hij moet het zelf zeggen. Nou ja, het kan van alles worden. Nee, het kan natuurlijk niet van alles worden. Hij heeft al gezegd, één van twee. Hij heeft al besloten. Ja. Dat hij weet u ook, besloten. Net zoals ja. u toen ook al. Ja. Ja. Alleen u kunt dat nu niet zeggen. Nee. Bent u blij met zijn besluit? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Wat gaat Rob Jetten doen? Gaat hij de concurrentie nog aan? We hebben nu een parlementair verslaggever van NRC, Barbara Rijlaar, staan we aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Barbara, wat denk jij? Ik denk dat Rob Jetten zich niet in de strijd gaat gooien. Sigrid Kaag geldt als zo'n zwaar gewicht. Als zij het wil doen, dan krijgt zij de eer, vermoed ik. En zij wil dus de eerste vrouwelijke premier worden. Hè? Nou, dan heeft ze nog heel erg veel zetels nodig. Gaat zij GroenLinks en PvdA leegtrekken? Wat denk je? Nou ja, daar moet zij het van hebben. Hè? Kijk, zij is heel progressief, vrij links, heel erg vooruitstrevend en zit echt aan de linkerkant van D66. Dus de progressieve kiezers die graag een vrouw op die plek willen, die komen bij PvdA en GroenLinks vandaan. Die hoopt zij natuurlijk te trekken. Maar er moet, zoals je zegt, nog best wel wat gebeuren om de premier te mogen leveren. Want dat heeft D66 voorlopig nog niet binnen handbereik. Nee, kortom, nog veel te doen voor Sigrid Kaag. Barbara Rijlaar van NRC, dank voor de toelichting. Galit, denk je dat het een grote toegevoegde waarde is dat Sigrid Kaag en dus D66 een vrouwelijke kandidaat heeft? Ja, ik heel moeilijk om mijn vraag te stellen over D66. Okay. We zitten zo in ons maag met de misleiding van minister Koolmees. Dat D66 van mij even... Oké, maar puur dan los, als we het even los proberen te zien dan van de partij. Zou het voor jou zelf een voordeel zijn dat je op een vrouw kan stemmen? Ik vind het fantastisch inderdaad dat zij zich inderdaad wel kandidaat gesteld heeft als vrouw zijnde. Hoe meer verschillende type mensen, hoe beter het is. Dat hebben we ook heel hard nodig. Dus meer vrouwen, meer allochtoon. Wel natuurlijk met kwaliteiten. Je moet wel die kwaliteit hebben. Dus hoe meer diversiteit, hoe beter het is. Hoe wordt er vanuit de VVD-hoek gekeken naar Sigrid Kaag? Ja, met interesse. Geduchte tegenstander? Ja, met interesse. Ja. Verklaar uw nader. Nou ja, het is natuurlijk wel heel benieuwd wat eventuele andere kandidaten gaan doen. Hè. Rob Jetten, of die zich wel of niet gaat aanmelden. Dus we kijken het aan. We zijn heel erg benieuwd. En ja, ik kan niet wachten tot die campagne weer lekker los kan barsten. Zou je nou niet zeggen dat de campagne is al losgebarsten met al die lijsttrekkers die zich aanbieden nu voor verschillende partijen? Dat sowieso. En ik denk net na de coronacrisis dat het nu al in de Tweede Kamer ook rustig begint te lopen. En dan zie je inderdaad ook al dat de campagne hier en daar wel een beetje los begint te komen. Dus het wordt een leuke strijd.